je een bottelschaar. Laten kijken of die past. Oh ja. Mooi, Liefie. Ik ben helemaal klaar voor. Tadaa. Een lekkere. Heel erg leuk, die shirt. Winning is winning. Goedemorgen. Hoe is het met papa en daar, Lexie? Je mag niet van de koning. Hoe minder snel. Zaten die in de tas? 3 op een rij. 1, 2. Ja! 1 maand niet geweest. Heel goedemorgen. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En jawel, het is vandaag zaterdagochtend. En we zijn nog net op tijd om te kijken bij de Kids op 20. Of we er nog tussen staan, hè? Daar is Stephanie. Heel even in zo'n video. Moest ik ook meekijken, Woezel. Zullen we nog op de Kids op 20 lijst staan, Woezel? We gaan het zo zien, hè? Ja, weet ik niet, hoor. Ik weet het niet. Nou, hier, waar is je zusje dan? Wat is het kans erbij? Ik ga mooie krulletjes zien. Ga je mij... Oh, daar is mijn kont erbij weer. Dan ga je mij vakantie. Ik ben je kant op de vakantie. Oh, en daar is Pip. Ja, ja, ja. Hallo, Pip. Goedemorgen. Ja, 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 ja. Gezellig, hè? Mama, nu zitten ze aan make-up en die komen er zo aan. Ja, 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 ja. Ja, Sam. Zie jij ook nog op tv komen, Sammy? Ja, ja. Pak je lasser er maar weer bij, want hij staat er gewoon weer. Nu aan Bellinga met Cowboy Vet Geweldig. Wow. Je wil winnen, maar dat gaat niet. Gaat hij op mijn wagen? Ik ben een cowboy. Gefeliciteerd, joh, hè? Ja, thank you. Wereld nummer 1. Cool. Dankjewel, lieve fans. Is dat niet te geloven? Nou, Luan heeft alle stunts in de videoclip zelf gedaan. Dat klopt, joh. Zo, ook een hele goede morgen vanaf mij. Ik heb net de kinderen aangekleed. En kijk eens wat ik nog vond. Het wordt vandaag 20 graden. En echt de nee, 21 graden. En echt zomerkleedjes. Die kon ik voor de kinderen niet meer even echt vinden. Maar wat ik wel nog kon vinden... waren deze superleuke t-shirtjes. En kijk. Deze ketting. En die ketting. Lucilla heeft dit superleuke shirtje aan. Wat we een keer hebben gemaakt in ook een andere vlog. Een hele tijd geleden. En die vond mama nog. En die heeft korte mouwtjes. Dus die kun je vandaag aan. En Luxie heeft hem ook aan. En Luan die heeft hem daar ook. Die kan hem ook aandoen. En Luan die had een korte broek. Alleen voor Luxie, voor Lucilla heb ik geen korte broek. Dus wat gaat mama doen, Luxie? De broek gaat knippen. Ja, mama gaat gewoon de korte broeken knippen. Wat vind je daarvan? Lekker van die onderbroek. Ja. Broekjes, hè? Ja, ik ga nee, van die korte spijkerbroekjes. Mama, ja, ja, mama heeft ook een broek aan. Wat doe je vaak van te zien? Zo, ja, een beetje zoals jij. Wow. Kijk, zo'n broek. Maar dan moet ik hier even met de schaar in. Zullen we dat eens even een poging gaan wagen? Ja. En Lucilla heeft ook een broek. Deze was voor Lucilla ook een beetje te kort. Het kan niet meer overnieuw. Nee, maar kijk, Lucilla heeft al langere benen gekregen. Dus deze is sowieso te kort. Dus als ik hem nou een beetje knip, dan kan die wel weer. Snap je? Ja. Dan is het wel weer een beetje een kort broekje. En dan zie je niet dat hij eigenlijk te kort was. Ja, ja dat is jouw broek. Ik moet even kijken tot hoe ver ik hem ongeveer moet knippen. Zullen we doen tot je knieën? Ja, het zit ongeveer tot hier. Maar als je tot hier gaat, is het zelfs nieuw. Zo kort. Dat kan ook wel. Maar ik kan hem beter eerst wat langer doen en dan steeds een klein beetje korter. Dan dat ik al te kort doe en dan niet meer langer kan. Snap je? En Luxie ook. Okay. Luxie die ga ik zo doen. Goed. Kijk, dan hebben we hier de schaar. Is jouw broek? Een beetje tot hier zo. Eerst ga ik hem eerst even knippen. Ja, jij ook. Ga ik het eerst zo doen. Goed. Ja, doe maar even tot daar. Dat het 3 korten zijn. Het is een beetje een botte schaar. Maar dat maakt niet uit, want de rafeltjes zijn wel leuk. Nou, er zitten niet van die lange draadjes erin. Nee, maar die komen er vanzelf aan. Echt? Ja. Dat gaan we rafelen. Oh, dat zijn die randjes die eraan komen. Dat is 1. Dat ziet eraan. Dat is 1. Mijn man. Je niet zelf doen, hè jongens. Je kunt niet zelf in je kleren knippen. Dit is hem geworden, Sil. Ga hem maar eens aandoen. Om te kijken of die past. Zo. Nou, mam. Gaan ook deze van Luxie even knippen. Ja, aan mij. Ja, ja die van jou, hè. 2. Nee. Ja? Nee.
gewoon, die zit... Dat is wel leuk. Het maatje ook wel leuk, zo'n drie kwart. Een beetje voor zo'n tussenweer. Oh, en die kan ik niet. Je kunt hem ook nog altijd oprollen. Kijk, doe het een beetje, kom eens hier. Kijk, dan doen we een beetje zo. Zo. Dus dat is oh, ja. Leuk. Echt leuk. Nee, dat is toch hartstikke leuk, jongens. Dit is helemaal, waar is die ketting? Kijk dan. Waar is die ketting? Dat is superleuk. Vind je het leuk, hè? Ja. En nog de allerlaatste, deze ketting. Ja, oh ja. Ja. Mama. Ja. Nee. Wat zeg jij nou? Oeh, één is gedaan. Oeh. Wow. Oh. Ik kan dit wel mooi gebruiken voor Sammy. Misschien vindt hij dat wel leuk. Ja. Ja. Wij ook een kort. Ja. Heel klein. Kan hij daar holletjes mee maken? Ja. Ja, dan doe je daar een beetje van dat prutselspul in. En dan kan hij daarin. Ja, dat is wel leuk. Nou, is het wat? Ja, dat is wat. Ik zie mijn spullen maar zitten. En nog een beetje oprollen. Wauw. Wauw. Oh. Wow, ik heb geen sokken. De belletjes. Ja, dan doen we weer. Oh, Luxie. Zo. Wat mooi. Zo. Ja. Kijk eens. Oh, wat mooi, liefie. Oh. Mooi. Hij is in de spiegel. Hé, hey, wat vind je daarvan? Mooi, hè? Ja. Nou, hebben jullie alle drie korte broek, kinderen? Zijn jullie er helemaal klaar voor? Het wordt vandaag, 20 graden. Ah, luxe. Dus allemaal lekker in de korte broek. Wow. Jongens? Ja. Nou, is het Pasen? Het is van, wel paasweekend. Morgen is de eerste paasdag. Tada! De outfits zijn klaar. Heel erg leuk, kinderen. Alle drie in een korte broek vandaag. En een korte mouwen. Ja. Kinderen zijn, de kinderen zijn lekker aangekleed. En we gaan lekker naar beneden toe om even te ontbijten. Wij hebben weer een lekkere... Watermeloen. Watermeloen als ontbijt. Nou ja, de kinderen hebben ook gewoon een ontbijtje. Maar ik dacht, zullen we eens even een watermeloen... We kwamen er trouwens ook achter dat het voor ons gisteren Goede Vrijdag was. En dat zijn we helemaal vergeten te zeggen eigenlijk. En kinderen, weten jullie wat er gebeurt met Goede Vrijdag? Nee. Nee? Nou, kan papa jullie heel goed vertellen. Wat is er gebeurd op Goede Vrijdag? Waarom is Goede Vrijdag Goede Vrijdag? Weet jij dat, Lucilla? Nee. Weet jij dat, Luxie? Nee. Nee, Luxie weet het ook niet. Ik een B. Jij een B. Goede Vrijdag is de dag dat wij verdenken dat de Heer Jezus voor onze zonde aan het kruis is gestorven. Morgen is het 12 april, eerste paasdag. En dan stond Jezus op het graf. En dan is hij weer een paar dagen of weken nog hier op aarde. En dan hebben we straks hemelvaart gedenken dat Jezus terug ging naar God in de hemel. Dus eigenlijk denk je met Pasen aan een paashaas. Maar een paashaas is eigenlijk niet het belangrijkste van Pasen. Eigenlijk is het belangrijkste van Pasen dat Jezus is gestorven aan het kruis en weer is opgestaan. Genoeg moeilijke kost. Wij gaan door met onze meloen snijden. Want daar is Luxie gek op, hè Luxie? En ik ook. En Lucilla ook. En Luan ook. Hé jongen, jullie staan trouwens wel echt heel erg leuk, die shirtjes. Die hebben we nog nooit aangehad. Die hebben we één keer gemaakt en die maanden gedaan. Maar... Ja, jij ook. Ik zie het, schatje. Staat je ook heel goed, Sil? Superleuk. Met de groeveling. Ja, is heel mooi. Ja. Luan heeft hem ook aan. Ja, zijn jullie toch met z'n drieën twinning is winning? Maar dan is het twinning is winning, nee? Treeing is winning. Hey, Tree. Oh. Drie is twinning is winning, hè? Ja, Luxie met een mooie strikje op. En nu gaan we weer verder met de meloen. Dus jij nog een stukje, Lux? Ja. Jij ook? Mama, nee. Lekker, hè? Het knoeit wel een beetje. Ik heb de grootste. Ja, een hele grote. Papa, ook moet doen?
jou hoor. Bij dus. Wat? Kijk, als je het voor je mond doet, dan heb je rode lippen. Kusje. Vind je dat zo lekker? Heerlijk. Pasen. Zalig Pasen, ja, we zitten even dus ontbijten. Oh, even kijken hoor, je hangt op de kop. Vaar even. We zien je gezicht. Op de kop? Zo, nou zien we je gezicht, ja. Goedemorgen, ja. Oma. Zalig Pasen, hè? Zalig Pasen, oma. Dat is oma, ja. Hallo, oma. Hallo, oma en opa. Ja. Ja, apart hè. Gisteren was het. Ja, gisteren was het Goede Vrijdag. Wij zijn wel druk bezig met eten. Eerst opnemen en dan verstoppen. Oh, op en om nog een eitje verstoppen in de tuin. Oh, en dan straks. Vanmiddag, hè? Vanmiddag, en dan gaan jullie achter het raam kijken of we ze kunnen vinden. Hè? Dat is wel veilig, hè, Luan? Wat die koning was. Dat zien, hè? Gezellig, ja. Nou dan. Heb je al zo lang niet gezien? Ja. Ja. Heb je wel een klein mandje? Heb je nog een klein baasmandje? Ja, op de kast. Ja. Drie hele grote mandjes. Neem ze maar mee en dan kunnen we ze daar mee zoeken. Ja? Ja, leuk. Tot 3 uur. Tot straks. Oké. Tot de middag. Doei. Doei. Zit je mee dan? Ja. Thuis mee. Dat is een liedje. Een liedje? Nog een mooi bijbelliedje te rijden? Waar was je naar papa aan het dansen? Tot op de teen, ik ken ook. Luxie, waar is jouw broodje? Is dat jouw broodje? Ja, mooi. Heel mooi. Daar is Luxie. Schatje. De wereld is van jou en mij. Je hoort erbij. Dat snoetje ook! Ja, schattig hè? Luxie! Nee! Het maakt er helemaal niks van. Het is echt leuk hè? Schatje! Lieve prinsesjes, ja? Ik had een idee. Zullen wij eens even het voortuintje, het omkruid gaan wegkrabben? Ja! En dan kan papa misschien nieuwe plantjes kopen met nieuwe potgrond. Ja! En mama ook voor haar verjaardag, wat overmorgen is, ook weer een mooi voortuintje met plantjes. Zullen we dat gaan doen? Ja! Nou, wij gaan de voortuin mooi maken. Ja, goed. Ja, en allemaal loskrabben. Ja, en dan heb ik ook een extra emmer. Dan gaan we al het onkruid in deze emmer doen. En ik vond nog wat in de emmer voor straks. Als je klaar bent, je springtouw, dan gaan we hier al het onkruid in doen. Dus alles wat je lostrekt. Ja, voor die distels nu heb ik handschoenen, oké? Ja. Nou, gaan wij dit hele mooie voortuintje weer strak maken. Het gras was al mooi gemaaid door Lucilla en zo. En dan gaan we nu nog even het voortuintje mooi maken. We hebben net een heel erg leuke paasvideo opgenomen. Die hebben we op Lucilla's kanaal al iets eerder upgeload. Omdat dan ook echt een paasvideo online komt op het moment dat het ook echt paas is. Want deze vlogs die lopen wat achter.
Wil je die video nog zien? Kijk even op Lucilla Bellinga, eigen kanaal. Super, super leuk. Ze gingen paaseitjes zoeken. Ze waren paashaasjes. En Luxie die snoepte alle eitjes op voordat ze al gevonden waren. Super schattig. Dus kijk even die video terug als je die nog niet hebt gezien. We hebben opa en oma echt al heel lang niet meer gezien. Ik weet eigenlijk niet eens hoe lang. Voordat we de cowboyclip gingen opnemen. Ja, dat was 17 maart. Het is nu bijna 17 april. Dus 17 maart. Oké, een maand. We hebben een maand opa en oma niet gezien. En de kinderen die beginnen opa en oma toch wel te missen. Al snappen ze het wel dat we opa en oma niet kunnen zien. Vaak gaan we, als we niks te doen hebben, gaan we lekker bij opa en oma spelen. Helemaal als het lekker weer is, gaan we lekker bij opa en oma spelen in de tuin. En het kan natuurlijk nu niet echt makkelijk in verband met corona. En het is Pasen. En vaak gaan we ook bij opa en oma Pasen vieren. Dan komt de hele familie bij elkaar. Ik denk dat jullie dat wel herkennen. Maar ook dat kan dit jaar niet. Toch hadden we zoiets van, goh, we vinden het toch wel leuk om wel naar opa en oma toe te gaan. Maar we moeten een soort van etappes, ook met de familie, zeg maar. We mogen niet allemaal met elkaar in één ruimte. Zoals hè, er zijn de richtlijnen van die we nu voor hebben geschreven gekregen van... Van wie eigenlijk? Daniel zegt van de koning. Hij legt het uit tegen de kinderen, dat mag niet van de koning. Dus we hebben daar iets op bedacht, dat we toch een soort van Pasen kunnen vieren, ook met onze familie. Wij gaan vandaag naar opa en oma toe, met de kinderen. Morgen Daniels zus en het gezin. En de dag daarna ook Daniels andere zus en gezin gaan dan naar opa en oma toe. Dat we over de komende 3 dagen verspreid naar opa en oma toe gaan. Ze hebben een serre, dus hun kunnen in principe in de serre blijven. En wij kunnen buiten in de tuin paaseitjes gaan zoeken. Want ook opa en oma hebben paaseitjes verstopt in de tuin. Dat doen ze eigenlijk ieder jaar. En dan gaan we met alle neefjes en nichtjes gaan we dan... neefjes en Lucilla en Luxie. Gaan we dan paaseitjes zoeken. Maar dat kan dus niet met z'n allen samen. Dus de kinderen gaan straks ook paaseitjes zoeken bij opa en oma in de tuin. Dat is een heel leuk idee. En het lijkt mij dan ook gaaf als wij in die achtertuin zitten. Dat we ook wat barbecue vleesjes inkopen. Steek ik die barbecue aan met die vleesjes. Ook omdat je jarig bent. Maandag gaat het regenen op je verjaardag. Dus dan heb je pet weer. Dus ook rondom de voor jouw verjaardag ga ik wat ja, het is vandaag nog 20 graden. En geef je dat barbecuevlees, zetten we dan voor het bankje dat open en in de serre achter het glas. Het is even creatief denken, jongens. Maar toch, omdat het ook zo lekker weer is, je kunt er niet echt op uitgaan. Gaan we het toch gewoon zo bedenken. Het is ook wel leuk voor opa en oma. Die is natuurlijk ook sneu dat hun niet alle familie kunnen zien. En die missen ook de kinderen. Maar goed, voordat we dat gaan doen, gaan we eerst lekker in de tuin werken. Want het is vandaag lekker weer. En we gaan onkruid een beetje wieden. En we gaan weer eens even kijken of we hier wat moois van kunnen maken. We hebben de afgelopen tijd al een beetje alles opgeruimd. Maar kijk, Lucilla is aan het bezemen. Zodat we daar weer wat mooie plantjes in kunnen zetten. Oh, schatje, heb je dat allemaal weggeveegd? Goed gedaan, hoor. Goed bezig, Lucilla. Ja, op de straat. Ja. Moet alleen straks wel ook even op de straat wegvegen. Even met stof en blik. Ik ga jullie zo even meehelpen, ja. Hi, Luxie. Hey, kijk uit voor Luxie. Dit stukje tuin, zeg maar, van ons, dat gebruiken we eigenlijk ieder jaar om er mooie plantjes in te zetten. En aardbeienplantjes en andere groenten, die laten we ook in doen. En bessen. Ook een appelboom. Een appelboom. Ik weet niet of dat allemaal nog gaat lukken, jongens. Want dat hadden we al eerder moeten planten, volgens mij. Waarom? Ja, dat weet ik niet precies eigenlijk. Maar misschien kan papa even kijken wat er allemaal voor groenten en fruitboompjes zijn bij de tuincentra. Maar eerst... Maar eerst moeten we al dit grote onkruid eruit halen. En dat zijn allemaal die paardenbloemen dingen, zeg maar. En dat is nog best wel wat. En dan moeten we er nieuwe potgrond in doen. Dit plantje zit vast stevig. Ja, het beste kun je alle wortels eruit halen. Hoe meer wortels eruit zijn, hoe minder snel het onkruid terugkomt. Dus dat is wel even een heel plusje. Ja, dat is ook zo. Als je het goed doet, is dat zo. Maar dit is wel echt heel erg veel werk. Ja. Hoi, buurvrouw. Zo, we zijn weer een tijdje verder. Maar kijk eens wat er is gebeurd met... Wat heb je voor leuke schoenen aan dan? Oké, nou, dit is hartstikke goed gedaan, Luan. Heb je dat gedaan? Ik zoek kevers. Wat heb je laten zien? Wat heb je gevonden? Oh, hij heeft weer insecten. Hier insecten gevonden, jongen. Wat heb je gevonden? Zo, eens even kijken. Oeh, jongen, zaten die in de tuin? Ja. Nee, die, nee. Die zaten. Ja? Oh, die zaten tussen het onkruid. Kijk, ja. Oh. Wat is dat? Wat is dat? Oh, die zijn niet... Oh, Boefie, heb jij die er neergelegd? Okay. Dus we hebben het tuintje niet van die mooie onkruid vrij. Dat hebben we goed gefixt. En dan gaan wij van de week, als het niet druk is, even nieuwe bloemetjes zetten. Ja. Goed. Nou, nu lekker spelen. Oké, ja. Zo, inmiddels is het alweer een tijdje verder. Buiten hebben we alle onkruidgebied en zo. En het is tijd voor...
Een broodje. Luan die heeft boterham gesmeerd, jongen. Ja, lekker hè? Even voor jou. Lekker gedaan. Nou, even smakelijk. Ja, wil je er ook in? Nee. Nou, daar zitten ze hoor. Drie op een rij. Wat ben je doen, Luxie? Wat ben je doen? Zijn jullie een filmpje aan het kijken? Even lekker chillen op de bank. En de kids gaan het springkussen weer even opblazen. Want morgen of overmorgen gaat het regenen. Dan moeten we echt het springkussen weer opbergen. Dus ze gaan er nu nog eventjes lekker op spelen. Nu het nog kan. Wat huisjes en chocoladeetjes verstoppen. En dan moet opa en oma achter glas. De bellingaatjes komen bezoeken in de tuin. En ja, met deze tijd, hoe kun je dat met elkaar vieren? Nou, wij vieren paas en zo. Straks komen ze aan en dan zitten wij daar achter dat raam. En ik verstop door de hele tuin. Mooie eitjes. Zo, uit veiligheidsoverweging zei opa, kom maar achterlangs. En had hij de sleutel heel eventjes in de achterportaal gedaan. Kom maar, zo. Oh, kom maar. Wat een verlangen toch weer. Ja. We hebben heel wat gemist hier. Tijdens quarantaine hebben we opa en oma niet stil gezeten. Ja. Kijk eens. Zo, wat leuk. Wauw, wat cool, hè. Hallo. Ah, oh, kijk eens, wat zit daar. Opa en oma. Hallo. Ja. Zo kan het wel. Nou, opa en oma hebben eitjes verstopt, kinderen. Ja, we mogen eitjes gaan zoeken. Dan kunnen we kijken achter de klas. Ja. 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 Hoe vind je dat, pa? Dat is Lua. Deze is ja. Nou, gezellig hè. We zijn hier een maand niet geweest, kinderen. Nee, een maand niet geweest. Is wat, hè? En pa is aan je lectie. Nou. Ja, mandje. Oh ja, voor de eitjes. Nou, zegt opa klaar voor de start. Zie je eitjes? Daar. Oh, hey. Goed zo. Oh. Ga maar zitten. Zie je die? Zie je die? Goed zo. Ja, goed zo, liefie. Goed boven de boom. Zij is ook hoog. Oeh, en een lekker zakje snoep in de berenboom. Is dat mooi in bloei trouwens. En dat plantje? Ja, goed zo. Goed zo, heb je er weer een? Ja. Doe maar een mandje. Goed zo, Luxie. Goed gedaan. Maar kijk, wat ligt er nog meer? Goed kijken overal. Goed zoeken. Opa, die geeft een tip.
Bij het voetbalspel. Onderaan. Oh. Ja. Goed zo, ja. Goed zo, Luxie. Nou, nu rond wel opa en oma achter het zeggenglas zit, draaien wij de hamburgers lekker op. Ja. Fijn, jongen. Je bent een goede barbecue. Thank you. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. We zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen, doei. Eerste paasdag. Voeg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.